Jongens en dames, we staan hier vandaag in het prachtige Contentveen voor ons prachtige poortje hier die we met trots gemaakt hebben. Floor heeft de poort gemaakt, ik niet. En ik heb vandaag weer hele leukste plannen. Ik heb in mijn vorige aflevering allemaal dingetjes hier gebouwd, een farmpie, een pad en als het goed is, is mijn farm inmiddels een beetje gegroeid. Even kijken. Ja, dit ziet er wel veelbelovend uit, jongens. Dit ziet er heel goed uit. Maar vandaag gaan we niet aan deze farm werken. Vandaag gaan wij namelijk werken aan de prachtige kerk zijn grondje eronder. En alle reacties die duiden uiteindelijk op Max. Maak een cliff die naar beneden gaat. Snap jullie? En die, ja, en dan, that's it. Dus ik had al een paar leuke ideeën, jongens. We gaan het zo stijl naar binnen laten lopen. En dan denk je van, Max, maar het is een kerk. Waar komen de graven? Waar is de begraafplaats? Ik dacht, als ik de vloer hier nou een beetje terraform, dat het iets platter is en iets vriendelijker is. Om overheen te lopen? Dan maak ik hier beneden, maak ik gewoon heel het kerkhofgedeelte. Tegen de muur aan en zo. En misschien zelfs een grot er naar binnen met daar in de tempel en daar komt kwast te liggen of zo. Jullie weten allemaal nog wel wie kwast is, toch? Mijn lieve paardje van het begin van het seizoen. Ja, misschien is dat wel leuk. Dat ik een hele speciale tempel voor kwast maak of zo. Dat hij gewoon zijn eigen speciale spot krijgt. En zoals gewoonlijk ga ik dat niet zomaar doen, jongens. Want zoals jullie misschien al horen, komt er een prachtige timelapse aan. Veel plezier met kijken naar deze, weet ik veel wat er gaat gebeuren, timelapse. Abonneer zeker even, like even. En we gaan voor 3000 likes. En zo keren wij terug in het prachtige... Ja, komt dat fijn hoe ik het noem. Jullie hebben gewoon letterlijk de timelapse gezien van de kerk zojuist. En ik moet zeggen, ik ben er heel tevreden mee. Ik heb even mijn sweater uitgedaan, want ik kreeg het heel warm. Maar ik heb grijs aan en ik heb grijze muur, dus grijs. En de blokken zijn grijs. Sorry dat alles een beetje grijs is vandaag. Hey, maar in principe hoef ik kleur jullie niet uit te maken, hè? Want de kerk is all that matters. Wauw, Max, je kan Engels, wat goed. Ik heb van alles gedaan, dus ik heb een pad naartoe gemaakt. Zo, dat pad is natuurlijk nog niet af. En je kan ook door de randjes heen kijken hier. Lelijk. Maar dat maakt niet uit. Ik heb leuke bloemetjes en weet ik wat allemaal geplaatst daar. Vervolgens kom je binnen en heeft het nog steeds geen interieur. Maar dat gaan we nog een keertje doen. Aan de andere kant heb ik een probleempje. Want dan heb ik ook een pad en die stopt abrupt hier. Omdat ik twijfel of ik dan het pad ook hier langs wil laten lopen. Aangezien dat ja, niet zo breed is. En de muur is al... Er zit al best wel weinig ruimte hier tussen. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarmee moet. Misschien dat ik daar gewoon een hekje maak. En dan gewoon een uitzichtpuntje maken of zo. In plaats van deze kant ook een ingang. Want het heeft natuurlijk al hier de ingang en daar de ingang. Maar dat moeten we maar nog even gaan kijken. Maar Nathan die vroeg aan mij, moet je voor de lol eens komen kijken? Ik vraag, alleen voor de lol? Hij zegt, ja, voor de lol. Dus ik zeg, ik kom eraan met 5 minuten. En die 5 minuten zijn inmiddels al bijna 10 minuten geleden. Dus laten we snel even Nathan zijn kant op gaan. Want ik denk dat hij wat dingen geïmplementeerd heeft van mijn hele goede builder tips als pro Minecraft builder. Kan ik gelijk weer om Nathan zijn eten vragen? Want ik ben weer broke met eten. Dus het is gewoon alweer op. Hallo. Hallo. Hallo, mag ik het eten voor jou? Ja. Kom mee. Ik ben weer... Ja, ik kan niet rennen, dus even rustig gaan. Ik kan ook deze. Wat zei je? Is ook eten. Ah! Je sloeg mij. Lekker. Ja, super. Ik heb ook nog vegetarisch eten voor je. Nee, ik ben geen vegetarisch... Gitarist. Oké, laat zien. Je had een nieuwe tempel gemaakt. Ja. Oh mijn god, ik zie mijn gast. Vanmiddag. Oh, maar deze. Je ging hier vanmiddag aan beginnen. Ja, dat klopt. Kijk, en het gebouw. Kijk, dat snap ik dat je dat al best wel snel af kan hebben. Maar waarschijnlijk werkt hij ook helemaal van binnen, of niet? Dat zien de farm. Nog niet helemaal. Er staat één farm in. Oh, ja, oké. Nee, oké. Alsnog. Impressive. En dit is een cactus farm. En doet het al gewoon goed, hè? God. Ja. Op een gegeven moment, als je er 25 maakt, dan maak je steeds sneller. Ja, dat geloof ik. Wat ga je nog meer maken? Wat komt hier? Ja, ik wil er zo eentje hebben met zeg maar van die twee planten. Die zijn heel makkelijk te farmen.
Mm-hmm. Dat je als je die twee hoge, die planten die twee hoog zijn. Gewoon in het algemeen bloemetjes die twee hoog zijn. Ja, ik snap wat je bedoelt. Die kun je gewoon stekken met dispensers. Oké, en die ga je hier maken? En hier? Ja, en ik moet even kijken wat allemaal die geeft. Ja, ik wil ergens nog een sea pickle farm, maar zo, die is best wel luid. En ik weet niet of die... Of die hier handig is, ja. En het hoekje hier? Dat weet ik nog niet. Daar ja, dat komt nog niks. Frisier. Extra hoekje. Ja, rugbunker of zo, weet ik. Nee, het ziet er lijp uit. Ja, voor de rest. Dat heb ik gebouwd en ik ben een beetje verder rondgegaan met de douches en dingen. Jongens, we staan in Nathan's en basis. Hij heeft daar een nieuw gebouwtje gemaakt. Maar laten we even appreciëren of appreciate, weet ik veel wat het Nederlands is. Wat hij allemaal gedaan heeft hier. Ik heb hem een paar tips gegeven. En hij heeft het hele gebied getransformeerd met die paar tips. En plus nog dingen van hemzelf, zoals hier een fonteintje. Oh, wat is mijn FPS hier trouwens laag door die stomme bijen. Hij heeft daar een graveyard geplaatst met een paar graven en een skeletonhoofd en een zombiehoofd en weet ik wat allemaal. Hier precies wat ik zei van die botten, alsof er nog een skelet in de buurt is hier. Of een oud, alsof er ooit een dier is doodgegaan. Het is in ieder geval heel lijp wat hij allemaal heeft gemaakt. Hey, dus de tips hebben wel geholpen hoor jongens. En deze basis is wel heel lijp. Het is echt een verlaten gebied. In principe moet dat daar dan ook nog even verlaten worden of weet ik wat, want je staat op een berg. Dus weet je, je kan niet eens door mijn renderen dus heel goed dat gedeelte zien. Maar voor de rest is het echt een en al verlaten hier. Het is ook leuk als je er doorheen loopt. Hier moet je zien wat voor vibe dit geeft. Toch heel anders dan bij mij thuis. Bij mij thuis wel die bomen en levendigheid. En dan hier. Dit is wel echt ook leuk hoor. Alleen hier moet je wel slaps gaan plaatsen nog. Dat je niet hoeft te springen bij elke sprong. En jezus, ik vind het zo abnormaal hoeveel bijen deze gast heeft, hè. Oh, niet om bij te houden. Oké, we zijn weer teruggekomen in onze basis. En dan kunnen we gelijk echt even een heel groot probleem oplossen. Waar ik echt al een tijdje mee zit. En dat is het hongersprobleem. Normaal zou ik gewoon lekker naar het winkeleiland gaan. En daarvan alles gaan kopen natuurlijk. Maar het ding nu is dat ik ook gewoon geen diamonds heb. Dus laat ik dan even lekker ouderwets gewoon gaan minen, jongens. Ik ben er niet op voorbereid. Ik heb eigenlijk helemaal niks mee. Geen, ja, niet echt. Ik heb een chocobox bij me. En dat zit en wat eten wat ik nog toevallig had. Of dat is toevallig dat ik zojuist gemined heb. Of gemined, gefarmd heb in mijn base. Dus laten we even hier deze op de baan zetten. Hoppakee, dan gaan we zo naar beneden mijn mineshaft in. Jezus, wat blijft dit? Blijft dit? Was ik vergeten. Oh, zo. Hoppa. Die doen we hierin. Nemen wij natuurlijk even wat water mee van hier zo. Want ik heb ook weer kool nodig. Ik heb gewoon net bijna niks meer. Alleen ijzer. Maar met alleen ijzer redden we niet, jongens. Dan jieten we hem hier naar beneden. Hoppakee. En dan is het tijd om te gaan minen. Die kant ben ik op geweest. Daar kom ik bij mijn kasteel uit. En ik heb het gevoel dat die kant de jungle op is. Dus laat ik gewoon deze kant op gaan. Kijk hoeveel diamonds wij kunnen vinden. Oh! Ja, ik ben echt letterlijk net onderweg. Ik dacht, ik wil bijna even mijn opnames uit. Van dit gaat wel verduren natuurlijk. Maar hier, ik ga vanaf hier. En ik heb diamonds gevonden. Het is er maar eentje. Oh, nee, het is er niet eentje. Ik wil zeggen, het is er eentje, maar ik ben er heel blij mee. Het zijn in principe 6. Dat zijn alweer 3 stacks gewoon vlees. Hey, kijk, daar doen we het voor, jongens. Soms ben je al zo ver in je survival. Ben je echt al, heb je alles al gedaan. En dan ben je in één keer weer terug naar het simpele minen. Moet je terug de caves in. Dat je denkt van, ik ben toch geen oermens meer. Dit heb ik al echt lang geleden gedaan in mijn survival. En toch zit je dan weer te minen. Yeah, nog meer. Oh, oeh, dat... Oeh, hello sexy banana. Oh, dit is echt veel. Holy, damn boy. Damn. Wow, dat was echt veel. We hebben gewoon 28 diamonds in één keer. Oké, dat is meer dan dat ik origineel überhaupt voor kwam. Ja, laten we maar gewoon doorgaan eventjes nog. Maar ik ben... Oh, dit is wel teleurstellend dat ik in een oude cave terechtkom. Maar ik denk dat ik nog maar heel eventjes een paar diamonds hoef te vinden. En dan moet ik gewoon de grote caves in gaan. Want dan ga ik voor coal minen en zo. Ik bedoel, diamonds heb ik dan wel weer genoeg. Voor 28, dat is nu al even fijn, weet je. 28 diamonds. Nou, we vinden nog één keer diamonds vinden. En dan gaan we voor coal zoeken. Kijk eens aan, jongens. We zijn in een cave terechtgekomen. Oh, maar deze schrikt me helemaal kapot. In één keer de silverfish. Oh, vreselijke plek ook bij de lava. Maar, wat ik wil zeggen. Hier ga ik coal en zo vinden, hoop ik. Op zijn minst. Ik ga hopelijk iets van nuttigs hier vinden. Ik heb al goud gevonden. Nou, dat is niet zo heel bijzonder. Maar kijk, hierboven. Ja, dit gaat hem worden. Oh, er is helemaal niks. Nou, dan gaan we weer terug. Zo, dan gaan we hier weer omhoog. Lekker makkelijk op deze manier leven, jongens. Doen we zo, komen we hier terecht. En dan hebben we hier gewoon nog kool. Is misschien wel al simpel als ik dat gewoon gelijk ga hakken. Weet je, niet zo moeilijk ga doen. In principe heb ik niet zoveel nodig, hoor. Maar gewoon een beetje voor het steen dat ik telkens moet smelten. Is kool wel handig. En mijn nieuwe lanterns en zo heb ik ook kool voor nodig. Want heel leuk die kerk van me. Maar die is helemaal nog niet belicht, jongens. Er moet nog best wel veel belichting op komen. Maar gelukkig heb ik hier al meer dan een stek kool. Dus dat scheelt. Zo, en dan sluiten we dit gewoon zo netjes af. Want als netjes, we sluiten het af. Dan heb ik dit kool nodig. Juist. Dan gaan we even alle deep slate dat ik zojuist gemined heb. Gaan we even brengen naar Floor. Want die heeft het nodig. Maar.
Ik onderbreek mezelf even. Breaking news. Er is nog meer kool. En het is ook best wel veel. Dus laten wij ook dat even hakken. Ik vind dit systeem toch zo leuk, jongens. Hè, dat ik gewoon zo naar boven en naar beneden kan. Het slaat helemaal nergens op. Ik kon net zo goed een waterlift maken. Maar, hoppa. Dit is gewoon leuk. That's all that matters. Oké, diamonds en kool. Ik heb best wel veel kool. Maar laten we eerst even naar Floor gaan. En Floor is namelijk een nieuw huisje aan het maken, jongens. En ik denk dat zij daar wel weer eens veel nieuw deep slate voor nodig heeft. Dus hier namelijk. Oh, dit gaat leuk worden. Wat gaat het worden eigenlijk? Een soort tavern of zo? Wat is het? I don't know. Maar ik weet wel dat het heel leuk gaat worden. En een leuk plekje hier in het hoekje. Maar ze heeft sowieso een dinges met deep slate erin. Nou, hier niet. Maar kijk, Floor. Hoppa, allemaal deep slate voor jou. Mag je hebben. En een koppelstoontje of twee. Oh, trouwens. Wat ik me besef. Dinges. Jotamax, die toen op de surf was, die had ook nog gemined. Ja, die had nog 15 diamonds voor mij gemined. De legende. Hij is hier ergens nu in het wild aan het rondlopen, die Jotamax. Ergens hier is hij zijn leven aan het voorzetten. Wie weet komt hij ooit terug. Laten wij eerst even de furnaces vullen met kool hier. Gewoon dat die op zijn minst gevuld zijn. Zo. Dan vervolgens eventjes... Wat ging ik doen? Oh ja, mijn kool gewoon hierin opslaan. En lapis lazuli en blablabla. Het is allemaal netjes gesorteerd, zoals jullie zien. Ik heb de chocobox niet eens gebruikt. Wat een drama. En als volgende zijn wij hier even bij de winkelklif aangekomen om eindelijk even wat eten te kopen. En oppassen. Het mag er wel wat aardig wat zijn, hoor. Het kost nog steeds een halve stack voor 1 diamond. Laat ik dan op potatoes gaan eten. 1 op potatoes gaan eten op gaan leven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 diamonds. Zo, hoppakee. Ik weet niet waarom ik ga tellen, maar hè. Dit zijn 16 diamonds. En dan doen we ook nog eens deze allemaal legen. Zo. Doen we de visjes nemen we ook nog. Zo. Nemen we die ook voor de leuk. En de watermeloen mogen ze houden. Pumpkin pie wil ik ook. Zo. Nou, trouwens, ik neem dan gewoon alles mee, hè. Waarom ook niet? Hoppakee, dan hebben we gewoon de hele winkel leeg gekocht. Nu kan ik me eindelijk mijn etenskist thuis weer even vullen met de troepjes die ik zojuist heb gekocht. Daar ben ik wel heel blij mee. En dan zijn Flora en René weer even wat rijker. Dat is ook wel zo chill voor hun. Niet dat ze waarschijnlijk arm zijn. Ik denk dat ik een van de armste ben als het gaat om diamonds en zo. Laat ik dit dan allemaal even in de etenskist douwen. Als ik nog de ruimte er überhaupt voor heb. Want ik heb al zoveel troep hierin zitten. Oké, laten we de vis ten eerste hier doen, zo. Kijk, daar hebben we vis op een rijtje. Dan de aardappel douwen we ook hier, zo. Daar hebben we niet genoeg ruimte voor, natuurlijk niet. Vlees mag hierbij. Meloenen kunnen we aanvullen. Wortels kunnen we aanvullen. Pumpkin pie houden we bij ons. Die doen we hierin. En dan gaan we nu leven van pumpkin pie. Hoppa. Nou, ik ben er tevreden mee. Zullen we dan nu ook eventjes deze troep hier opruimen? Nou, troep. Even de schade van de bosbrand opruimen, René. De leuke karretje mag dan ook even opgeruimd worden. En dan kunnen we hier misschien even het pad richting, kijk, want daar is hij al. Het pad naar de kerk kunnen we even afmaken. Dus denk ik wel leuk. Maar dan moeten eerst echt alle, ja, overige resten van, weet ik van wat hier ooit is geweest, moet even verdwijnen. Alle rare boomstammetjes zo mogen weg. Hier ook de halve boomstam. Zonde, maar ja, hè. De bosbrand vond het nou helemaal niet mooi, hoe het hier uitzag. Dus daar kunnen we niks tegen doen. De afgebrande grote paddenstoel mag weg. En dan René, de leuke karretje, die mag ook weg. Zo, die kunnen we dan misschien wel een keertje verplaatsen of ergens anders naartoe doen. Maar hier wil ik natuurlijk een pad hebben, dus. Hè, dat is het leuke van goodies. Goodies pak je en dan that's it. Oké, dan het mosgebied hier vind ik heel leuk. Maar dat past natuurlijk niet binnen mijn basis. Dus laten wij dat even gewoon hakken. En dat kunnen we dat misschien voor het pad gebruiken. Dat kan ik natuurlijk met cobblestone mixen en zo. En ik heb nog aardig wat mos ook. Dus dat moet ik denk sowieso binnenkort maar ook even gaan doen. Overal mossieblocks tussen stoppen. Nou, ik heb hier toch gewoon anderhalf stack mos uitgekregen. Dus dankjewel René voor het mos. Ik waardeer het enorm. Zo, dan is dit allemaal gedaan. Nou, dit kan ook wel weg. Deze bomen zijn toch ook een beetje half afgebrand. En uiteindelijk moeten alle bomen weg. Dat heb ik al een paar keer natuurlijk verteld inmiddels in verschillende episodes. Maar ja, ik wil dat niet in één keer doen. Want dan is het gebied in één keer zo kaal. Dus ik haal de bomen telkens pas weg. Zodra ik er iets wil gaan bouwen. Anders krijg je een heel kaal gebied binnen je muren. Waar helemaal geen bomen staan. Helemaal niet leuk. Is zo, weet je. En waarom zou ik ze allemaal nou specifiek zo nu al heel graag weg willen hebben? Het heeft helemaal geen haast, weet je. Ik zeg ik terwijl ik een boom wegkap, maar hè. Niet opletten. Gaan we even wat spulletjes ervoor pakken. Een extra schaartje en zo. En weet ik wat allemaal. Ik denk dat het dan heel gek is als je voor mijn kasteel staat. Dat je in één keer een daadwerkelijk groot pad naar links hebt. Maar laat ik op zijn minst die boom ook nog weghalen. Zodat ik wel de ruimte hier heb om leuke dingetjes te gaan toe te voegen. Ik wil nu echt het kerkgedeelte wil ik afsluiten. Zodat ik aan het interieur kan beginnen. En dat het gewoon, ja, dan... Dan is het gewoon af een keertje. Nou, een keertje. Het is niet alsof ik er heel lang, nou overdreven lang mee bezig ben. Dat ik er gek van word. Want ik vind het elke keer echt heel leuk om aan de kerk te werken. Maar het is gewoon even tijd dat we een beetje extra progressie aan toevoegen. Ook de omgeving. Niet alleen de kerk zelf. Wat we ook gelijk even doen is dit zo. Het pad gewoon daadwerkelijk met stairs en slabs en weet ik wat voor meuk maken. Zodat we niet hoeven te springen elke keer. En ik heb het nu natuurlijk gemaakt van dit,
platgestampte gras, of weet ik hoe je het moet noemen. Maar jullie weten dat ik het hele pad uiteindelijk van steen wil hebben. Dus misschien dat we dat nu ook wel gelijk even gewoon gaan doen. Ik bedoel, nu we hier toch bezig zijn. Waarom niet? Zo, hoppakee, dat is in ieder geval dit. Oh, mijn god, ik ben deze hele kant vergeten te detailleren. Kijk, moet je zien. Aan deze kant heb ik het allemaal met gewoon, ja, steen gedaan en een beetje slabs en weet ik wat allemaal. En dan ben ik het helemaal vergeten aan deze kant. Oké, nou, good thing to know. Laten we de krater hier even opvullen, die hier gecreëerd is. Wat gek hier, dat het in één keer zo kaal is. En dat je gewoon de linkerkant van mijn muur helemaal kan zien. Zo, dan het pad even door laten lopen. Laten we hem langs het randje hier even gaan. Ik kom niet natuurlijk echt als een vierkante kruising hebben. Ik wil hem een beetje natuurlijk over laten lopen. Zoals in vanaf hier, ik denk vanaf hier. Dat je hier in de bocht ook naar rechts kan natuurlijk, maar ook naar links. Zo, daar. Ja, dat is denk ik wel een hele leuke. Zo, oké. Dan is de aansluiting hier netjes gemaakt. Of alleen het pad natuurlijk nog gewoon, ja, gemaakt worden zoals je hoort en niet zoals nu. Nu is het natuurlijk heel erg dirtachtig tegen steen. Het is in ieder geval dat je hier nu aankomt lopen zo heel leuk en het pad klopt. Dan wat ga ik hier tussen bouwen? Ik kan het natuurachtig maken. Wil ik dat? Wat wil ik hier? Wat wil ik in het midden? Dit moet ik even... Ik wil dit hele randje nu zo aan deze kant van het pad tot en met hier wil ik iets maken, maar ik weet gewoon nog niet wat. Oh, hier een standbeeld misschien. Oh, een klein standbeeldje hier. Ik denk dat dat echt perfect is. Ja. Ik denk dat we standbeeld gaan maken, jongens. En dat doen we dan ook gewoon gelijk nu. Dan moeten we eerst natuurlijk weer al onze shulkerboxes mee zien te nemen, want hè, die slepen overal mee naartoe waar wij heen gaan. Dus nou, kom maar shulkerboxes, we gaan weer verhuizen. Het is weer tijd om naar de volgende beeld te gaan. Oh, mijn ender chest. Ik heb helemaal geen silk touch. Nou, die laat ik hier staan. Ik hier nog wat bijzonders? Ja, best wel. Best wel wat steen. Oké, paddenstoel, jij bent voor nu even de uitverkoren als het gaat om mijn shulkerboxes. Jij mag ze allemaal vasthouden. Dan gewoon hier dit plaatsen. Een leuk werkstationnetje op de paddenstoel. Hartstikke prima. Kunnen we hier weer alles gaan doen om vervolgens hier iets te gaan bouwen. Laten we eerst allemaal enderside dat ik... laten we heel eerlijk zijn, dat heb ik gewoon van Maurits gestolen. Laten we het eerst allemaal even omzetten tot polished enderside. Zo. Ik wil het origineel gebruiken in de, ja, de, die steile gracht of muur. Wat is het? Helling naar beneden. Maar dat kostte me te veel moeite om dat helemaal, ja, random te gaan maken. Zo. Dus vandaar dat ik dat nu hier ga gebruiken. Want wat ik wil doen, jongens, is zo. Ik wil het een beetje infrastructuur. 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 Ik wil het mooi maken. En mooi maken, dat lukt denk ik wel. Dus dan moeten we hier een verhogingje maken waar je eigenlijk niet langs kan lopen. Zo. Of niet op kan... Nou ja, niet... Ja, je kan er niet opspringen vanaf de zijkant. Weet je, omdat het gewoon te hoog is. Tot en met hier. En vanaf hier wil ik hem gewoon eigenlijk wat lager hebben. Tot en met hier, denk ik. Zo. Of is dat niet leuk? Is dat leuk om dat het helemaal tot hier te hebben? Ja, ik denk dat het wel leuk kan zijn. Ik ben ook even wat steen smelten. Maar ik ben een beetje zat dat ik dat hier moet doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon ergens in de stad een blacksmith hebben. Waar ik altijd gewoon heen kan om mijn steen even te smelten, weet je? Gewoon een smelthouse. Maar dan in een leuk blacksmith vorm. Nu moet ik toch creatief zijn, want hier loopt het helemaal omhoog. Ik denk dat ik dan dit gewoon zelfs weg moet gaan halen. Ja, en het pad hier ook een soort randje moet gaan geven. Ik denk dat dat het beste is. Want deze hoogte moet weg natuurlijk, zo. Nou, ik heb trouwens wel een idee. Kom maar goed. Vanaf hier doen we gewoon zo. Hoppa. En dan tot en met hier. Zo. Ja, dat is leuk. Dit is leuk. Oh, want de hoogte hier klopte trouwens wel. We moeten het nu wel zo opvullen. Ik ben ook echt een ijs soms. Maar trouwens, maar dat wil ik dat met dirt? Dat zien we zo al. Want de eerste taak is het om het allemaal met dit soort spul op te vullen hier. Kijk, deze prachtige blokken zo. Althans, doe ik dit goed? Moet ik dit niet zo doen? Nee, hè? Nee, ik moet het wel zo doen. En dan laten we dat helemaal doorlopen tot hier, weet ik voor waar. Tot het randje hier. Dan de trapdoor tactiek of techniek, weet ik voor hoe je het wil noemen. Ik heb iets fout gedaan. Wacht even hoor. Hij moet nog eentje hoger, deze blokken. Deze blokken moeten allemaal nog eentje hoger. En dan nu overal trapdoors op. Overal trapdoors tegenaan zo. Dan hierop kwamen de leaves. Want ik heb dit natuurlijk al eerder gedaan aan het begin van mijn stad bij de poort. Heb ik een beetje hetzelfde design gebruikt voor dit. En dat vond ik wel best wel leuk om op die manier te doen. Dus ik dacht, nou ja, weet je, laten we het gewoon nog een keer doen. Maar dan hier. Dan gaan we het hier opvullen met een beetje steen, stone bricks en normaal stone. Cobblestone, stone bricks en normaal stone. Dat bedoel ik. Nou, dan oogt het al veel stedelijker natuurlijk dan dat ik het met dirt had gedaan. Dus daar ben ik wel blij mee. Hoppakee. Oh, aan de binnenkant moet ik ook nog overal trapdoors plaatsen. En op de randjes zo. Vervangen we dit hieronder eventjes waar. We doen het nu wel hier voor enderside. En een beetje cobblestone. Gewoon een beetje de variatie tonen. Oké, dan is dat ook gedaan. Dan kan dit net zo goed ook even goed gevuld worden met al dat steen en zo. Hier. Gewoon met steen en stone bricks. Hier, hoppa, hoppa. Dan hieronder. Doe even zo. Doen we zo, 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 zo. Oh, die mogen niet. Zo, hoppakee. Nou, het pad hier wordt ook steen, maar dat snappen jullie inmiddels. Het standbeeld. Ik denk dat ik het standbeeld hier in het midden ga maken en dat hij niet al te groot wordt. Echter kan ik niet zelf een standbeeld maken, jongens. Zijn jullie gek? Dus ik ga even een leuk standbeeld opzoeken en die ga ik gewoon nabouwen. Doe het niet graag, maar als ik het helemaal niet anders kan.
So be it. Nou jongens, ik heb een heel leuk standbeeld zelf bedacht hoor. Oh, maar let niet op hoor. Ik kijk wel telkens naar mijn andere scherm. Omdat daar heb ik een schets getekend en heb ik geen plaatje van het internet of zo. Ik hoop wel dat die op gaat vallen, aangezien die ook van Stone Bricks en zo is allemaal. Dus ik ben bang dat die misschien een beetje, niet op gaat vallen. Maar ja, daar komen we op één manier achter, hè. Door hem te bouwen. Het is wel een leuk design als ik het zo zie. Ik bedoel, het is gewoon lekker een simpel standbeeldje met een schildje in zijn handen. En met een zwaardje die hij op de grond heeft. Zometeen, dat zien jullie wel. Dus ik denk dat het wel op gaat vallen. Nou, dat komt wel goed, toch? Toch? Alsjeblieft. Enig is, het is een plaatje van één hoek. Dus ik zit een beetje te zoeken met waar moet ik nou wat bouwen. Ik denk dat ik hem heb, jongens. Ik denk dat dit hem letterlijk is. Ik vind hem van achter alleen niet echt mooi. En dat is wel de plek waar ik... Nou, niet echt mooi op zich. Is hij wel mooi van achter. Maar is minder leuk dan van voren. Van voren heeft hij echt leuk... dan ziet het echt uit als een mannetje met een schildje in zijn handen, zie je. Zwaardje die hij op de grond heeft. Maar misschien moet ik me niet te veel zorgen over maken. Nou joh, laat ik nu maar gewoon het beste ervan maken. Een leuk zithoekje misschien hier of zo. Of een plekje zoals dit. Waar je leuk kan zitten zo. Heel simpel. Een klein boompje erbij, zo. Heel klein. Gewoon zoals dit. Ik heb wel wat leuks in gedachten wat ik erbij kan plaatsen. Vraag me niet waarom, maar wat meloenen. Ik denk dat meloenen een heel leuk soort, hoe noem je het? Opslaggevoel geven, weet je? Alsof hier een beetje de opslag van de meloenen ook ligt. Nou, opslag gewoon... Het ligt natuurlijk door een heel kingdom. Liggen allemaal dingen zoals hooibalen, meloenen, kratjes, weet ik van wat. Dus ik denk dat ik er ook gewoon een kistje bij ga plaatsen. Of barrels. Laat ik barrels pakken. Hier, kijk. Een barreltje hier en daar. Dat kan al helemaal geen kwaad natuurlijk. Zo, hoppa. Dan doen we ook nog hier erbij een plantje. Zo, hoppa. Ja, dit is wel leuk, denk ik, hè. Keitjes erbij. Zo, hoppakee. Misschien een ster in de vloer af en toe even zo voor wat gaten erin. Ik kreeg ook leuke tips voor jullie dat je daar water in kan doen. En daar lijkt het een beetje op alsof er gewoon een plasje water zit. Dus kijk, ik kan het wel letterlijk laten zien. Ik heb hier water bij me. Zo, zie je? Dan lijkt het alsof er een plasje water zit. Oh my days. Dat is zoveel leuker dan dat ik dacht dat het zou zijn. Zo'n plasje water erin. Wauw. Goeie tip, jongens. Goeie tip. Nou, weet je, voor nu ben ik tevreden hiermee. We houden het wel gewoon even leuk zo. Het pad hier moet helemaal opgevuld worden met dirt. En dan denk ik dat ik dit gewoon natuurlijk wil. Ik denk dat ik dat gewoon wil doen. Maar, laten we eens even slapen. En nog een maar. Dat komt helaas in de volgende aflevering, want we gaan deze video afsluiten, jongens. Er is weer veel progressie geweest. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het heel leuk. Echt heel mooi. En dan nu, kijk ook zeker even deze video, want deze video is ook een mooie video. Ik weet niet wat voor video hier nu staat, maar hey, leuke video. Spreek je later, glaasje water, tot de volgende keer.